Ik ben Lennart de Smul, 20 jaar en heb mijn opleiding gekregen bij Club Brugge en Anderlecht. Er zijn hier heel wat Vlamingen in de ploeg en voor mij is dat een enorm voordeel om mij te kunnen integreren in de groep. En de eerste weken is dat dan ook enorm vlot verlopen. Ik heb voor KVK gekozen omdat KVK mij gescout had en gevraagd had om te komen voetballen naar hier. Club Brugge had liever dat ik werd uitgeleend of verkocht werd om minuten te pakken en KVK is de ideale mogelijkheid voor mij om dit hier te doen. Ik studeer sportmanagement aan Hogeschool Te Vives in Brugge en combineer dit met voetbal. Is dat makkelijk te combineren? Tijdens de examenperiode is dat wel eventjes op de tanden bijten. Dat is een maand dat je enorm moet werken voor school en doorheen het jaar een beetje cursussen bijhouden. Maar dat lukt me tot nu toe wel goed dus. Als ras echte West-Vlaming voelt Lennart zich in zijn sas bij de kerels. Ja, mijn aanpassing is zeer vlot verlopen in deze groep. Ik had het mij niet beter kunnen voorstellen. En ik ben zeer tevreden dat ik mag deel uitmaken van deze groep. De Smul vertoeft elke dag in het Gouden Sporenstadion. Maar ook naast het voetbal is zijn agenda goed gevuld. Ja, ik heb verschillende hobby's. Ik ga ook zogezegd nog naar school, dus af en toe zie ik mijn vrienden dan ook nog eens. Ik heb ook een vriendin waar ik veel dingen mee doe. En om tot ontspanning te komen, ga ik af en toe eens gaan vissen. Ah, dat was ik dan. Ja. Op zee of is het gewoon een... Nee, het is gewoon in vijvers. Voor wat tot rust te komen. Ja, ja. En welke soort vissen dan? Karpers. Mijn ambitie dit jaar is om in de eerste plaats om minuten te pakken ook op het hoogste niveau. En vooral om veel progressie te maken, wat ervaring op te doen.